Kick me one of them funky ass beats. Voilà, kijk een keer hier. Dat hadden we niet verwacht, hè. Half-Life 3. Het is zover, het is gebeurd. Er is geen weg terug. Half-Life 3, het is te zeggen. Half-Life 3, de geruchtenmolen, laat ons het zo stellen. Dus, meer dan 10 jaar na datum, zou er dan uiteindelijk dan toch een Half-Life 3 komen. Natuurlijk op de Valve Source Engine. En er wordt in eerste instantie geconcentreerd, er wordt verwacht dat het een grotendeels VR, virtual reality, zal zijn. Het is niet helemaal duidelijk of dat het dus in eerste instantie alleen Valve's Vive gaat zijn, of dat het dus ook de Oculus Rift en dergelijke ook gecoverd zal zijn. Het is ook nog niet duidelijk of dat het dus een Steam Play ding exclusief gaat zijn, of dat het een PlayStation, ook een PlayStation exclusief of een Xbox exclusief gaat zijn, of dat het gewoon gaat gereleased worden op alle platformen tegelijk. Maar in ieder geval, de geruchtenmolen is dat de focus is volledig op VR. Het is te zeggen, natuurlijk zal het speelbaar zijn op een gewoon PC, op een gewoon scherm, maar het zal veel meer diepgang hebben, veel meer immersie. Veel plezanter in VR, in virtual reality. Het is trouwens ook niet het enige wat in de geruchtenmolen zit. Portal 3 zit ook in de geruchtenmolen als zijnde een virtual reality focus. Nou, in ieder geval, we gaan het er niet te lang trekken. Half-Life 3, zodra dat ik meer weet, laat ik het ook weten. Ah ja, heb ik het gezegd? De vooruitzichten zijn 2018. Het is niet duidelijk Q1 2018 of Q4 2018. We kennen allemaal Valve Time en in ieder geval, dank u voor uw aandacht. En ja, als je plezant vindt wat ik doe, like of dislike, subscribe, share en nog een prettige dag verder. En keep on rocking!